Je hoeft niet te vechten voor bewustzijn. Dat is iets wat ik leer van de Oosterse mysticus Osho. Ik wil me steeds bewuster worden. Ik wil steeds minder verzeild zijn in gedachten over het verleden en de toekomst. En hoe meer ik erop let, hoe meer ik zie dat ik dat doe. Dat bij het minste of geringste ik weer denk: oh ja, wat heb ik ook alweer allemaal gedaan? En wat ga ik dadelijk doen? Maar als ik dan me helemaal ga concentreren op: nu moet ik zorgen dat ik bewust ben, dan glipt het juist uit mijn vingers. En wat ik van Osho leer is dat het geen kwestie is van vechten voor bewustzijn. Vechten zorgt weer dat er een spanning ontstaat in jezelf. En juist die spanning maakt dat je niet kunt zijn met wat er is. Dus het gaat erom om te gaan zitten of om stil te staan en of te ontspannen in dat wat je aan het doen bent. En dan gebeurt het bewustzijn vanzelf. Ik merk dat wel eens als ik ergens ga zitten, bijvoorbeeld in de natuur. Dan kan er eerst nog van alles zijn, van zelfs van ik moet het mooi vinden wat ik nu zie. Of ik moet goed rondkijken, of ik merk dat ik nog steeds in mijn gedachten ben. En op het moment dat ik mezelf de tijd geef om daar te blijven zitten, dan kan het over me komen dat ik gewoon en eens een vogel hoor, of dat ik zie hoe het gras aan het wuiven is. Dus wat ik dan wel voor mezelf kan doen, is een tijd uittrekken om daar gewoon te gaan zitten. Om daar gewoon te zijn in de natuur. Of wat ik ook doe, is dat ik te vroeg naar het station gaan om daar te wachten. Ik heb er een hekel aan om die trappen op te rennen, om dan nog net de trein te zien waar de deuren bijna van gaan sluiten. De conducteur is al op zijn fluit aan het blazen en om dan nog die trein in te sprinten. Veel fijner vind ik het om bij de Starbucks een kopje decaf cappuccino, daar hou ik van, te kopen en dan op mijn gemak naar het perron te lopen en dan op zo'n mooie houten bank te gaan zitten en gewoon te kijken. In het begin kan er de neiging zijn om een mobiel te pakken of een boek wat ik mee heb genomen. Maar ik mis dan dat moment op het station en ik mis mezelf om mezelf te kunnen voelen en om gewoon waar te nemen dat ik daar ben op het station en de zon die daar op de spoorrails schijnt, het geluid van de treinen, iemand die naast me komt zitten, een duif die heen en weer hipt om kleine stukjes van de croissantjes of het brood wat mensen gegeten hebben op te eten. En dan ben ik verbonden. Dan ben ik me bewust van dit moment. En het leven is alleen maar in dit moment. Dus ook als ik nu de tijd neem
dan komt het bewustzijn vanzelf. Dan voel ik bijvoorbeeld nu de kou op mijn armen, omdat als ik dit filmpje opneem, is het nog winter. En toch wilde ik een jurk aandoen om dit filmpje op te nemen. Dus ik voel hoe de kou langs mijn armen strijkt. Ik hoor een geluid van een machine die iemand aan heeft gezet in mijn appartementencomplex. En ik ervaar de rust van deze ochtend. Ik ben benieuwd naar jouw ervaringen met bewustzijn. Of je herkent dat bewustzijn automatisch ontstaat als je je ontspant of als je gaat zitten. Als je gewoon gaat zitten om niets te doen. Mocht je je ervaringen willen delen, dan wil ik je vragen om dat te doen bij de reacties onder dit filmpje. En ik heb ook bij het eindstukje van dit filmpje mijn playlist opgenomen met filmpjes over meditatie en bewustzijn.